loopt. Goeiemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen allemaal. Hey, ik ben Inge. Dag Inge. Hey. Zeg, vertel eens, wie zijn jullie? Wij zijn het Trapje. Wij zijn een instelling voor diep mentaal gehandicapte kindjes met een meervoudige handicap. En wij bieden dagopvang aan deze kindjes. Dus wij doen van allerlei activiteiten en verzorging. Ja. En zo beginnen jullie de dag. Dit moeten we nu gaan vastmaken aan je stoel. Hè? Dat is de knop die je nodig hebt om vooruit te rijden. Lieselot mag vandaag het ACCA-plateau uitproberen. Waarvoor dient dat eigenlijk juist? Met behulp van dit plateau kan ze zelfstandig een bepaald parcours, een vooraf uitgezet parcours, volgen. Mm-hmm. En ze kan dus helemaal alleen op stap gaan. Ja. Een oog onderin het plateau gaat de zwarte tape volgen. Ja. En het is dat parcours dat Lieselot gaat afleggen. Wanneer ze hierop drukt, komt het in beweging. Wanneer ze loslaat, gaat het stoppen. Leuk, hè, Lieselot? Spannend! En Lieselot is vertrokken, hè? Oh, dit is zoen. Tikke, tikke zoen. Het ACCA-plateau is niet alles. Jullie hebben een tweede project ingediend. Nee. We mochten twee projecten indienen en die kans hebben we ook genomen. We konden ook nog goed kiezen, het ACCA-plateau of het andere project. Ja, en wat is het andere project? Dat is de mobiele snoezel Doekar. Sabrina, ik ben al in veel snoezelruimtes geweest, maar jullie hebben hier toch wel iets heel speciaals staan, hè? Ja, inderdaad. Dit is onze snoezeldoekar. Ja. Dat is eigenlijk een mobiele snoezelkar met verschillende functies. Waarom is dat onze snoezeldoekar? Er zijn twee verschillende functies aan. Enerzijds heb je het snoezeleffect, waar je de kindjes eigenlijk mee tot rust kan brengen. Maar anderzijds heb je ook het doe-effect. Dus zouden we de kinderen bepaalde dingen zelf kunnen laten doen. Zoals Alexa bijvoorbeeld, zij heeft nu de knop. Ja. Daar staan verschillende duwknoppen op. En daar kan ze dus zelf het effect van het licht laten veranderen. En dat is voor hun vooral om tot rust te komen? Of? Sommige kindjes komen hier echt tot rust, zou ik bewust naar hier brengen om tot rust te komen. Maar anderzijds gaan we sommige andere kindjes ook extra stimuleren om toch actief te worden. Hè? Door het prikkelen van het licht of het geluid gaan ze net wakker worden. Dus dat is eigenlijk een dubbele functie. Hè? Ja.